Het jaar 2016 begint goed voor de literatuur. Dit jaar is namelijk uitgeroepen tot jaar van het boek. Bibliotheek Amstelveen was gastheer van de aftrap van dit bijzondere jaar. En Nico Dijkshoorn was er ook. Hij vertelt over de speciale band die hij heeft met deze plek. Vooral dit gebouw, daar ben ik heel erg nauw bij betrokken geweest. Om het ontwerp en zo. Ik denk, dit systeemplafond, dat is van mij. Ja. Op 4 januari om 4 uur werd het boek gevierd. Met een glaasje champagne. Het systeemplafond van Nico Dijkshoorn. Ik sta op de plek waar ik... Waar ik ook stond toen ze nog echt de betonnen muurtjes hier nog aan het gieten waren en zo. Dus ik heb hier heel lang gewerkt. Dus het is wel ik zei meteen ja toen ze vroeg of ik hier wilde voorlezen. Wel een bijzondere middag. Niet voor niets is 2016 het jaar van het boek. Dit jaar is een bijzonder jaar omdat wij gastland zijn bij de Frankfurter Boekmesse. Dus het Nederlandse boek daar bijzonder in de aandacht staat. Nou, dat is een jaar waarin het de moeite is om heel veel extra activiteiten te organiseren. Het gaat goed met het boek en ik hoop dat al die activiteiten eraan zullen bijdragen dat het in de toekomst nog beter gaat. Lezen helpt je zo bij je taalontwikkeling en bij dingen leren, kennis meekrijgen. Dat is zo enorm belangrijk. Dus ik hoop dat juist ook in dit jaar van het boek heel veel aandacht is voor jongeren. Om jongeren meer aan het lezen te krijgen. Ja, en het is ook heel belangrijk voor je fantasie, dus voor je creatieve vermogen. En dat hebben we meer dan ooit nodig. Oké. Lezen is belangrijk voor onder andere creativiteit. Maar wat raden deze bekende lezers ons aan? Wat ik zelf een heel mooi boek vond is De Eeuw van mijn vader van Geert Mak. Prachtig boek. Het boek ook van AFT van der Heijden over zijn zoon die verongelukt is. Vond ik ook een heel aangrijpend boek. Ja, er zijn zoveel mooie boeken. Ik las De Avonden van Gerard Reven en dat... Nou ja, het klinkt een beetje dramatisch of zo, alsof ik uit een vreselijk gezin kom, maar dat is niet zo. Maar het redde mij wel. Ik was gewoon, toen had ik opeens iets van, hier gaat het om, weet je wel. Dus dat kan je doen met schrijven. Dus je kan echt in iemands hoofd kruipen. En het heeft mij echt ook een andere kant op gestuurd. Ik ben door gewoon echt puur door een boek, door De Avonden van Gerard Reven, wist ik gewoon welke kant ik op moest. En weet je wel, wat mijn hart liet trillen. En dat was niet aardappels eten met andijvie bij mijn ouders. Dus voor mij is dat, wat ik net zei, levensveranderend geweest. Ik heb zelf wel heel veel van de Max Havelaar van Multatuli geleerd. Omdat ik daardoor opeens op een hele andere manier naar de Nederlandse geschiedenis in Nederlands-Indië ging kijken. En dat is me altijd wel bijgebleven. En wat zou je andere mensen willen meegeven die ook minder van lezen houden? Dat, weet je, dat je het niet moet zien als iets saais waar je doorheen moet werken. Maar dat het iets is waar, waar in sommige gevallen 20, 30 jaar aan gewerkt is door iemand. En jij kan in 2,5 uur al die kennis tot je nemen. En het kan je leven radicaal een andere kant op sturen. Dat is bij heel veel mensen gebeurd. Ik ga maar gewoon met schrijvers spreken. Ze zullen allemaal een boek noemen. Weet je wel? Dat hun gewoon eigenlijk gewoon... Nou ja, dat hun over... Dat dwars door hun heen is gegaan. En dat ze dachten van dit wil ik ook. Of ik ga het anders aanpakken. Of ik ga reizen. Weet je wel? Dus dat kan een boek echt doen.